Een hele goede middag, dames en heren. We zijn hier vandaag bij meneer KB zijn ranch. En ik zie dat daar een beveiliger staat. Beovli YouTube, die gaat mij waarschijnlijk niet binnenlaten. We kunnen het altijd even proberen. Hallo, meneer Beovli. Kan ik binnenkomen? Of mag dat? Oh, nee. Nee, ik mag niet binnenkomen. Dat dacht ik al. Maakt niet uit bij Ovi. Niks aan de hand. Het is helemaal prima. Het is helemaal goed. Weet je wat het is, jongens? Ik heb in de vorige aflevering, of vorige aflevering, echt iets van 4 afleveringen geleden, natuurlijk mijn eigen geheime meneer KB ingang gemaakt. Dus die gaan we dan maar ook gebruiken. Ook. En op die manier gaan wij natuurlijk wel binnenkomen in de basis van meneer KB. Ja, dat krijg je ervan, Beovli. Moet je me maar binnen laten. Laten we even... Oh, hij is er. Zag jullie dat, jongens? Meneer KB is er. Ik leg zo meteen uit waarom ik hier ben. Ik wil eerst naar hem toe. Gaan we even de lift naar beneden pakken. Volgens mij is dat deze hier. Dat is een hele enge sprong. Maar we zijn veilig beneden gekomen. Ik ga namelijk klagen dat ik nooit zijn basis binnenkom. Ja, meneer KB. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ik ben hier met een klein, kort doel. Oké. Dat is een klacht. Een klacht? Een klacht. Waarover? Het feit dat ik nooit jouw huis binnenkom. Ik word altijd weggestuurd door de bewakers. Wie is er nou weer? Nu stond er bij Ovel en ik wil door de deur lopen en hij knikt nee en hij begint te slaan en hij stuurt me weg. Nou ja, het is dus helemaal niet echt mijn bewaker. Ja, maar waarom word ik altijd weggestuurd? Elke keer als ik hier kom, word ik weggestuurd. Ik weet het ook allemaal niet. Ik heb ook niet eens meer het gevoel dat dit mijn eigen huis is. Nee, dat snap je. Je zit alleen maar verstopt in je laboratorium hier beneden. Overal zijn mensen en dieren. Overal zijn mensen. Vooral dieren, inderdaad. Maar ook vooral mensen boven. Hey, ik heb een paard van Troje bij Rick achtergelaten. Oké. Dus als je. Rick denkt waarschijnlijk dat er vrede is. Dus dan moet je even meespelen, oké? Dat is belangrijk. Ja. Dat is het enige wat ik hier kan om te zeggen. Gewoon dat je denkt dat er vrede is. Een paard van Troje. Laat me alsjeblieft voortaan gewoon je huis binnen. Anders moet ik nog een route bedenken. Ja, ik ga mijn bewaker ontslaan. Ja, ik ga hem nu ontslaan. Je gaat hem nu ontslaan, dat wil ik zien. Hoe ga je dat doen? Staat hij nu voor de deur? Ja, weet ik niet. Beovli stond voor de deur net. Ja, maar hij glitcht dus elke keer mijn claim in. Oh jee. En dan acteert hij alsof hij mijn bewaker is. Maar ik heb hem nooit aangenomen. Je hebt hem nooit aangenomen. Oh, nu gaan we het zien. Kijk, dit zijn de redenen dat ik die geheime ingang moet maken die niet zo geheim zijn. Ja, ja precies. Kijk, daar staat hij. Hier, betrapt. Zou hij zich hij ziet er ook wel uit als een soort bewakerbanaan. Ik heb hem ontslagen nu. Heb je hem ontslagen? Ja. Ik ben benieuwd naar zijn verbale reactie. Het lijkt hem niet zoveel te doen. Nee. Heb jij ook een robot? Geef jij ook wijze raad? Roborob 9000 heb ik. Hij heeft geen wijze raad voor me. Hij heeft niks. Oh, nee. Dat vind ik jammer. Alleen een coole naam. Waarom? Heb jij Robin vermoord? Ik ben... Het loopt in mijn hand hier. Is die raket al klaar? Ik moet weg. Waarom ligt Robin hier? Ja. Weet je, ik ga vandaag beginnen. Ik heb een verzoekje ingediend bij Groene Shirtgas. Ik ga verklagen. Als hij niet gaat bouwen, ga ik hem ontslaan. Dan mag je niet mee. Ja, maar want als we op Groene Shirtgas moeten wachten... Dan kan het eeuwen duren. Oké, afspraak. Als hij vandaag niet gaat beginnen... Ja? Dan geef ik de taak aan jou. Moet ik een raket bouwen? Nee, dan mag je een grote drone maken die ons allemaal meeneemt. Ik denk dat er dan een fiets komt. Nee, ik wil geen fiets. Oké, dan mag het een drone zijn die je activeert door heel hard te fietsen. Weet je, een soort... Ja. Dat is het stroom, die wekt de stroom op. Ja? Ja? Oké, maar dat betekent alleen als Groene Shirtgast vandaag niet begint. Als ik hem vandaag niet zo ver kan krijgen. Ja? Oké, ja. Okay, klinkt goed, denk ik. Ga jij hopen dat je naar binnen mag? Mijn ex-bewaker gaat niet weg. Nee. Ik krijg ook allemaal verzoeken van mensen in de chat. Mag ik dan bewaker zijn? Nee, ik wil helemaal geen bewaker. Wat is... Wie heeft die gedacht? Ja, maar niemand kan zo'n coole banaan spelen als bij jou. Dat is wel echt een hele coole banaan. Maar ik heb hem wel ontslagen, maar hij staat er nog. Weet je, huur een bewaker in om hem weg te sturen. Ik spreek je later, oké? Oké, jongens, we zijn weer aangekomen in het Walnut hoofdkwartier. Hartstikke leuk dat we er zijn. Vorige aflevering had ik volgens mij de binnenkant een beetje geüpgrade. Volgens mij was dat vorige... Jemig, wat is dat nou weer? Sinds wanneer is dat daar een megatoren? Huh? Wie is... Wat is dit? Ik heb een nieuwe vijand. Wat gebeurt hier? Hoe heb ik dat nog niet eerder? Ik besta je letterlijk zo en ik kijk een beetje om me heen en ik kijk naar rechts een toren. We hebben een nieuwe vijand, jongens. Een aardsrivaal. Een grote toren die niet van mij is. Ik ga zo meteen wel uitleggen wat ik wilde doen, jongens. Ik ga zo meteen uitleggen wat ik wilde. Ik wilde letterlijk wat gaan doen, maar die toren heeft even haast. Waarom zat hier een koe met een... Dat is ook zo meteen. Een megatoren heb ik die net niet gezien. Oh, trouwens, dat kan wel, want ik liep deze kant op natuurlijk. Ja, oké, dat is logisch dat ik hem niet heb gezien. Hallo? Wie bouwt er zo'n grote toren? Ik vind het serieus wel leuk, jongens, als er denk ik er nog een toren is. Dan ben ik niet meer de enige hoge toren hier. Jongens, wat is dit? De duistere toren. Wat is dit? Het is echt groot. De vraag is niet of je abonneert op Walnut, maar hoe.
Dus abonneren even. Ik weet niet wie dit geschreven heeft. Misschien daar P.E. Brennen wel. Maar dat is waar, jongens. Het maakt niet uit of je abonneert. Want ik weet dat je gaat abonneren. De grote vraag is, hoe ga je abonneren? Probeer jij eens te abonneren met je neus als je nog niet bent geabonneerd. Kijk of dat moeilijk is. En laat even weten in de reacties of het gelukt is. En ben je al geabonneerd? Probeer dan even te liken met je neus. Oké, de toren. Van wie is dit? Mijn nieuwe grootste vijand. Is dit Rick? Oh jemig jongens, hij heeft het... Wow, hij heeft ook helemaal met concrete wat ik heb gedaan. Helemaal zo'n platform gebouwd. Oh my days. De man is serieus. Weet je hoeveel werk dat kost? Dat kost het voor mij of voor werk? Jemig, wat is dit allemaal? Hallo? Is er iemand thuis? Kan je naar boven op een manier? Nee. Het is nog niet af, zo te zien. Omdat het is ook echt ineens ontstaan dit. Er is wel een soort dodelijke deur daar. Als je daar doorheen loopt, val je dood. Is er iemand? Ik zie niemand jongens. Misschien is hij niet thuis. Ik vraag me echt af wie deze toren heeft gebouwd. En ik weet ook niet zo goed wat we ermee moeten, jongens. Ik weet wel iemand die weet wat hij hiermee moet. Onze grote vriend de robot natuurlijk. Die heeft altijd raad voor situaties zoals dit. Oh, machtige wijze robot van meneer KB. Wat moet ik doen met deze toren? Moeten we vrienden zijn? Moeten we vijand worden? Geef mij jouw wijze raad. Komt ie. Boom. Hij is leeg. Betekent dat we er niks mee moeten doen? Want er kwam niks uit. Er kwam geen raad uit. Moet ik dat als raad opvolgen? Of is er dan geen raad? Betekent dat ik dan niks met de toren moet doen? Of... Oh, wijze robot. Wat moet ik doen met de raad die je me zojuist hebt gegeven? Is die leeg? Moet ik er niks mee doen? Ik snap het niet. Geef me raad. Hij geeft me geen raad. Ik moet er niks mee doen. Ik snap het niet. Is die leeg? Nee, er zit nog raad in. Geef me raad. Man, het is echt een teken. Ik heb echt 4 keer op de hendel geklikt. Er zit nog genoeg raad in om te geven. Maar de robot wil me geen wijze raad geven. Dus we nemen deze wijze raad op als niks. We moeten er niks mee doen. Oké. Even een heel verwarrend momentje. We hebben hier... Hij is er wel. Want die bomen stonden er net nog niet op, volgens mij. Ik snap het niet. Maakt niet uit. Jongens, in de vorige aflevering heb ik dit hierboven dus gebouwd. Hartstikke leuk en hartstikke mooi. Ik had heel veel vragen. Althans, ik had gevraagd aan jullie wat ik hier moest gaan bouwen. Jullie hebben heel veel leuke dingen achtergelaten. Sommige zijn een vergaderruimte. Sommige zeiden, maak hier precies in dit kantje een aquarium. En dat is een van de dingen die ik 100% ga doen. Dan ga ik een soort ronding maken zo. En dan komt hier een aquarium. Dat vond ik een hele goeie. Dan heb ik voor de rest ook gehoord, maak een vergaderruimte. En maak hier de controleruimte van je raketkamer. Weet je, van je raket die is daarboven. En er moet ergens een controleruimte zijn. Dus dat betekent dat er wederom veel van dit soort bureautjes moeten komen en zo. Maar nu op een hele andere manier. En ik hou mijn kantoor lekker beneden. En dan blijft dat de kantoorruimte. En dan gaan we dit gewoon een en al gooien voor de vergaderruimte. En dus de controleruimte voor de raket of de drone of de grote fiets. Meneer KB wil nog steeds een grote fiets bouwen in plaats van een raket. En het maakt me heel bang, want ik wil geen grote fiets. Laten we beginnen met dat aquarium. Dat vond ik zo een goed idee om daar een aquarium te doen. Moeten we heel even water pakken. Of niet heel veel water. En glas. En ik denk dat we dan gewoon wel blauw glas gaan gebruiken. Want dat is natuurlijk mooi. En ik heb nog blauw glas, maar niet heel veel. Maar wel nog glas. Oké, dit komt wel goed. Dit moet goed komen. Misschien is dit wel genoeg. De paints heb ik niet nodig. Ik heb echt alleen normaal glas nodig. Dan nemen we witte concrete mee. Grijze concrete. Even wat quartz. En dan gok ik dat we genoeg hebben. Water. Dan heb ik maar 2 buckets nodig. Meer niet. Zo, hoppakee. En dan gaan we kijken of we een leuk aquariumpje kunnen bouwen, jongens. Martin wil ik natuurlijk hier houden. Want Martin heeft gewoon zijn eigen privéplekje hier. Hallo, Martin. Mag ik hier nou uitkomen? Wacht even hoor. Zo. Oh, ik ben het helemaal aan het... Oh, ik ben het helemaal aan het verpesten. Zo. Even denken hoor. Ja, hier komt het aquarium. En ik denk zoals dit. Dit is mooi, ja. Maar natuurlijk wel even dan op een andere manier. Ik moest eerst alleen de vorm hebben. Ik heb trouwens ook nog meer dingen gepland voor vandaag, jongens. Want, zoals ik in de vorige aflevering heb gezegd, wilde ik de laatste seizoen 3 ticket uit gaan geven. En jullie konden de reacties achterlaten aan wie jullie dachten dat dat was. En sommigen hadden het goed, maar sommigen hadden het ook fout. En het is eigenlijk best wel logisch aan wie ik die ga geven. Dus je had het ook echt wel kunnen weten. Maar het is enigszins ook wel logisch als je het niet had gegokt. Oh, dit ziet er goed uit, jongens. Dit ziet er goed uit. Kijk, kan dit ook gesloopt worden? Nee, die niet. Dus dan doe ik het zo. Oh ja, het aquarium hier gaat mooi worden. Dit is een prachtige setup voor het aquarium. Kijk nou. En dan komt hier het glas op. Kijk, dan komt het glas komt zo. We kunnen helaas geen paints gebruiken, want dan kunnen we geen water plaatsen natuurlijk. Want water dat gaat niet tegenaan. Dus dan zie je een randje lucht. Dat is gewoon niet mooi. Het moet wel echt op deze manier. Nee, we komen net niet uit. Oh, wacht trouwens. Wacht, wat doe ik stom? Hier moet helemaal geen glaslaagje komen. Volgens mij houden we zelfs een beetje over, als ik het zo zie. Ja, we gaan overhouden. Oh, wat ben ik er blij mee. Ik dacht dat we het niet redden. Oh nee, wat doe ik stom? Ik doe weer stom, wacht. Ik doe het weer verkeerd. Niks aan de hand. Hier komt wit op, zo. En daarboven een laagje, zo.
Hoppakee. En dan hierboven weer een laagje wit. En dan sluit hem ook helemaal netjes af. Oh, dit is perfect, jongens. Dit is toch perfect. Hoe zit dit... Oh, god. Ik moet... Oh, nee. Komt-ie. Oh, nee. Dat was ik helemaal vergeten. Ah, dat maakt niet uit. Fixen we zo. Hoe zit dit... Oh, dit is een mooi aquarium. Dit is zeker een mooi aquarium. Nu moet je alleen daarboven ook nog even netjes aansluiten aan die muur. Maar dit is echt een heel leuk aquarium als we hem zo meteen kunnen vullen. Het is even het eten pakken, want mijn eten is op. En we hebben nog steeds zoveel potato's van letterlijk de derde aflevering of zo die ik van meneer KB heb gekregen. Ik hoop dat mijn relatie met meneer KB in seizoen 3 net zo goed is als in seizoen 2,5. Alright, laten wij eventjes het water vullen daarboven. En dan... Ja, hebben we überhaupt wel vissen onder? Ik heb volgens mij niet eens vissen. Nou, dan kijken we wel even op Marktplaats. Ik zit een beetje te klooien, jongens. Met wat designs voor de zijkant hiervan en zo. Misschien is wat blauwe paint hier tegenaan gewoon een goede keuze. Ik weet het niet, hoor. Het is een moeilijke keuze. Even kijken. Oh, ja. Die blauwe paint er tegenaan is zeker leuk. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ik ben bijna dood. Ik wist dat het te hoog was. En ik had nog niet mijn volledige HP hersteld. Ja, dit ziet er leuk uit. Prima. Helemaal prima. Oké, laten we hem vullen. Oh, dat wordt een klusje, dit vullen. Oh, mijn god. Oké, eerst de bodem even regelen. En ik wil geen platte bodem. Ik wil een bodem die een beetje afloopt. En het moet ook wel, anders klopt het niet met het glas daar. Zo, hier komt ook nog zand op. Dan hier loopt het alweer een beetje af, zo. En dan dit wordt ook allemaal vervangen voor zand. Gecombineerd trouwens met sandstone. Want dan krijg je een leuk patroontje een beetje. Er zit er iets meer... textuur in, als het ware. Kijk, als het er dan zo uitziet. Dat is gewoon serieus een leuke tip, jongens. Wil je nou iets meer, ja, textuur hebben in je zand, in plaats van dat het alleen maar diezelfde texture is, weet je? Doe er gewoon wat sandstone tussen. Dat is serieus een hele simpele, makkelijke taak. En ziet er ook nog eens goed uit. Hoppakee, kijk, leuk vloertje. Dan nu het water, de moeilijke taak. Of de vervelende taak, gewoon, vooral. Laten we beginnen met hier even water toevoegen, zoals dit. Hoppakee. Gaan we eerst de hele bodem even doen. Dan het laagje erbovenop. Oké, ik denk dat ik op die manier langzaam naar boven wil werken. Of ik wil gewoon vanaf boven beginnen en dan stroomt het allemaal naar beneden. Alleen dan is het niet... Dan is het stromend water, weet je. En op deze manier zijn het wel alleen maar volledige blokken. Oké, we komen er langzaam, jongens. Ik ga gewoon proberen om boven nu te beginnen. Want misschien is dat toch sneller. Nou, daar gaan we, hoor. Hopen dat ik niet verdrink. Dat zou zonde zijn. Wat een vreselijke taak dit, jongens. Echt waar, ik vind het niet leuk. Ik heb het niet naar mijn zin op het moment. Dat water werkt zo vervelend mee en het is irritant en weet ik wat allemaal. Je ziet niet goed welke kant het opstroomt. Jongens, het is me volgens mij gelukt. Oh nee, bijna. Oh god, ik ga verdrinken. Oh, mijn water is op beneden. Oké, eruit, 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 eruit. Oh god, oh god, oh god. Oh, 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 oh. Nee! Nu ligt er ook overal water en weet ik voor wat allemaal. Nu is mijn hele vloer verpest. Oh, dat ga ik gelijk fixen. Oké, helemaal opgevuld. Helemaal prima, jongens. En het aquarium ziet er hartstikke leuk uit. Er zijn alleen nog geen vissen, maar het is zo... Je ziet zeg maar door de... Ja, het verschil van lucht en water zie je heel duidelijk, weet je. Het is hier lichtblauw en het is hier echt wat een stuk donkerblauw, weet je. Dus dat maakt het heel leuk. Ik wil er visjes in gaan doen en weet ik wat allemaal. Maar voordat we dat gaan doen, jongens, heb ik even een afspraak met de enige echte Rick Force. Sorry, ik versprak me. Stinkgoors natuurlijk. Laten we even snel onze spulletjes wegleggen overal. En dan ben ik ready. Oké, jongens, we zijn aangekomen bij het eiland van Stinkgoors. We hebben hier vorige aflevering deze prank gemaakt. Hij heeft het nog niet gelezen, maar ik heb een afspraak. Hij is in zijn kasteel. En ik weet nog niet of hij het wel of niet gezien hebt. Dus laten we er maar gewoon heen gaan en dan gaan we er even met hem over hebben dat ik een vredesoffer heb achtergelaten. Hallo? 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 Stink, ik bedoel Rick. Hey! Goeiedag. Goeiemiddag, hey. Ik zie dat jij hier een lelijk, spuuglelijk kasteel hebt gebouwd. Spuuglelijk? Ik ben er al een keer... Ja, ik... Wacht, sorry. Dit is niet de situatie waar ik eigenlijk voor kwam. Maar ik doe het even opnieuw. Komt-ie? Oké. Okay. Hey, goeie vriend Rick. Hey, wat een prachtig kasteel dit, hey. Dankjewel, dankjewel. Ziet er goed uit. Best gedaan. Hey, ik weet dat wij... Ons, mag ik zitten ergens? Of, ja, kies een plek. Oh, kies een plek. Oké, dan ga ik lekker hier zitten. Lekker dichtbij, vind ik fijn. Gezellig, gezellig. Waarom heb jij zo'n grote stoel? Vind je, voel je jezelf beter of zo dan de rest? Zeker, beter dan jij, dat sowieso. Hey, Rick, kijk, we zijn wel oorlog natuurlijk. We zijn elkaar aan het afmaken en weet ik wat. En ik vind het eigenlijk een beetje zielig voor je worden. Want je bent natuurlijk gewoon zoveel minder grandioos en geweldig dan het Wandelend Hoofdkwartier en zo. Sorry, wacht. Ja, kun je dat even herhalen? Want nee. Ik hoor een beetje ruis op de lijn. Oh, ja, ruis op de lijn. Dat is natuurlijk. Okay. Kijk, je hebt ook niet van die betere oren dan wij of zo. Maar, je hebt niet eens oren, hey, oké. Jij ook niet eens. Nee. Hey, laten we het er gewoon even duidelijk maken. Ik ben de mooiere kleur geel voor ons twee. Dat is niet jawel, jij bent een beetje soort. Ik heb de mooiere ogen voor ons twee.
Dat is niet waar, je hebt stipjes, weet je? Het loopt er helemaal uit hand. Ik kwam hier omdat dit moet stoppen. De ruzie, de oorlog. Ja, dat ben ik nou echt met je eens. Ik heb een cadeautje voor jou. Echt? En ik weet niet of je hem al gezien hebt. Hij is buiten. Nee, misschien kunnen we hem even vanaf het balkon zien. Heb je een balkon hier ergens? Ik heb een balkon. Ja, ik heb een balkon aan de achterkant. Maar we kunnen wel even vanuit de toren kijken. Ja, het is wel mogelijk. Ik heb dit voor jou achtergelaten eigenlijk al een dag of twee geleden. Ja, ik ben hartstikke druk geweest. Ah, maar je had het nog niet gezien. Kan je, ja, je kan het niet echt goed zien. Nee, de poort zit ervoor, maar ik zie iets geels. Ja, iets prachtigs is het. De poort zit er alleen. Weet je, laten we die... Nee, weet je? Ik heb een idee. Slaapkamer Koning Force. Overige slaapkamer. Mag ik hier een keertje logeren? Jij zou hier best een keer mogen logeren. Oh, ik heb hier voor deze... Dan, oh, dat is leuk. Dan ga ik hier logeren. Dan kan hier groene shirtgast. Hier kan KB. En dan kan hier Erik. Ja, precies. Dat is leuk, man. Dan kunnen we logeren. Maar maakt niet uit. Dat is nu niet belangrijk. Wie is Erik trouwens? Ja, ik ga hem denk ik ontslaan. Dat is een beetje een rare gast. Oh, okay. Ik heb een cadeautje voor jou daarachter gelaten. Ja. Maar ik wil, zeg maar, ik wil jou de privé gunnen dat je hem zelf even naar kan kijken en zo. Weet ik wat je allemaal wil doen, weet ja. je? Ja, oké. Okay. Dus wat ik doe, ik ga terug naar mijn basis. Ja. Wat doe je? Je bent heel raar aan het bewegen. Nee, ik wil er even zitten. Je bent niet aan het zitten op mijn, vanuit mijn ogen. Ja, je bent een beetje aan het spartelen. Oké, ik ga hier staan. Hoe heet het? Wat ik wil... Ik ga naar mijn basis, naar mijn hoofdkwartier. Ja. Ik wil dat jij jouw cadeautje goed bekijkt... Gewoon even hoe het eruit ziet natuurlijk. En even het boekje leest. En dan overweeg je wat ik erin zeg. En dan heb je 5 minuten om naar mijn basis te komen. Vijf minuten? Weet je niet hoe lang minuten. Het is om met mijn boot? Mijn boot duurt 5 minuten om de ankers los te halen. Je hebt 5 minuten om bij mijn hoofdkwartier te komen. En dan mag je antwoord geven op de situatie, oké? Oké, ik ga mijn best doen. Oké, dan geef me heel even. Dan ga ik nu naar huis. Dan heb ik een voorsprong natuurlijk. En dan zie ik je daar, oké? Is helemaal goed. Oké, tot zo. Tot zo. Oké, jongens, we moeten nu snel zijn. Laten we snel naar het hoofd gaan. En we gaan naar binnen natuurlijk gaan bespioneren. Kijk, we zitten nu in het hoofd. Dan kan ik dit open en dicht doen. Alleen, ik hou hem voor nu nog even dicht. Want Rick moet natuurlijk eerst aankomen lopen. En ik moet shift wel inhouden. En pas zodra ik hier zie dat hij aan het lezen is, dan ga ik een oogje open doen. En dan gaan we kijken of we hem kunnen bespioneren. Oh, jongens, daar is hij. Hij is er. Oké. Hij staat ernaar te kijken waarschijnlijk. We houden shift nog even in. Want als ik shift loslaat, dan ziet hij natuurlijk mijn nametag. Dus we kunnen absoluut niet shift loslaten. Oké, hij is bij het boekje waarschijnlijk nu. Hij is bij het boekje. Is hij me aan het lezen of is hij nu naar mijn gezicht aan het kijken? Hij moet een tijdje stilstaan. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij weet niet dat ik hier natuurlijk in zit. Dat dit een soort van paard van Troje is. Oké, dan komt hij. Wacht, let op, hè. Komt hij. Wacht. Oh, ik kan niet lezen. Nee, wat stom. Hij zit hier, ik heb het boekje te dichtbij geplaatst. Ik heb er niks meer aan nu. Nee. Oh mijn god, dat meen je. Dat meen je. Oké, jongens, dan gaan we maar. Dan hopen we dat hij zo meteen naar achter loopt. En dan kunnen we hem bespioneren vanaf hier. Dan kunnen we hem bespioneren. Het voordeel is, we kunnen wel gewoon helemaal tot daar kijken, weet je. Ik hoop niet dat hij me ziet. Hij is er een beetje omheen aan het kijken en weet ik wat allemaal. Hij is het boekje aan het lezen, dat hoor je. Je hoort de papiertjes van het boekje. En dit is gelijk de ultieme test om te kijken of Rick doorheeft dat ik hier binnen ben. Ik ben benieuwd of hij dat doorgaat. Het zou zo duidelijk zijn. Hij kan het zo makkelijk doorhebben als hij even goed kijkt gewoon. Maar het blijft Rick, hè. Misschien snapt hij het wel helemaal niet. Ik bedoel, hij stinkt. Volgens mij is hij weg. Of is hij aan het shiften? Is hij weg of is hij aan het shiften? Ik weet het niet. Ik weet het niet, jongens. Misschien is hij wel naar mijn basis toe. Waarschijnlijk is hij naar mijn basis toe. Oké, dan doen we het klepje doen. Wacht, even hier snel doorheen kijken. Hij is weg. 100% is Rick weg. Oké, gaan we snel het boekje even bijhouden. Dag 2. Rick heeft niet door dat het een paard van Troje is. Ik weet niet hoe je het schrijft. Plan gelukt. We zijn binnen. Hoppakee. Zo, we zijn binnen. Done. Terug hierin. En dan gaan we snel naar mijn basis. Kijk, hij is beneden op maat wachten. Dus laten we snel die kant op gaan. Hij is beneden op maat wachten. Oké, wacht. Komt-ie. Ah! Daar heb je hem, hoor. Goeiedag. Dag. Goeiedag. Wat vond je van mijn cadeautje? Ja, mooi. Het zag er goed uit, ja. Het past wel waar je basis vond. Kijk, kom gezellig even mee naar boven. Ja, of zullen we even bij de koffiebalie zitten? Wat wil je? Boven hebben we het kantoor. We hebben de bibliotheek kunnen we zitten. Of de grote nieuwe verdieping, die is nog leeg. Maar we kunnen ook hier gewoon even gezellig bij de koffiebalie zitten. Ja, ik vind de koffiebalie eigenlijk wel leuk. Koffiebalie, prima. Anti-fliebel. Wat is anti-fliebeltjeservice? Die heb ik ook nog niet naar gekeken, weet ik niet. Anti-fliebeltjeservice. Ik heb geen idee. Meneer Coubé. Meneer Coupé. Okay. Oh, we weten in ieder geval dat het van KB is. En ja, melk. Oh, als je wat bestelt bij meneer KB, krijg je altijd van die vliebeltjes om je heen. Oh. En dan is de melk is ervoor om, zeg maar, die vliebeltjes... Blijkbaar noemt hij dat vliebeltjes. Oké. Okay. Hé, wil je wat hebben? Wat drinken? Ja, lekker. Ik weet niet. Ik kan maar... even namens meneer KB hier even werken. Ja, doe maar een koffie extra plus plus plus. Die koffie extra plus plus plus? Ja. Ik weet alleen niet hoe hij zijn koffie hier maakt. Dus ik ga kijken wat hij allemaal heeft. Hij heeft hier koffievoorraad, zie ik hier. Oh, koffievoorraad.
Oh, ik heb je KB's extra sterker. Oh, die is ook goed hoor. Ja, die is prima? Ja. Oké, dat is dan €300. Goed, even kijken. We gingen... Waar wil je hier zitten? We zitten hier prima. Hey, okay. Nee, weet je, ik ga zeggen zoals naast shit, zoals dit. Oeh, lekker dichtbij. Hé, je hebt mijn cadeautje ontvangen. Wat vond je ervan? Ik vond het... Het is mijn vredesoffer. Ah, ja. Ja, ik vond het een mooi cadeau, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja, het ziet er mooi uit. En wat je ook in je boekje zei, ik denk dat ik hem ook gewoon laat staan. Want ik vind het wel grappig. Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Ik zou het ook hebben laten staan. Ja, ja, ja. Dus ik zat te twijfelen. Je zei natuurlijk, je hoeft niet per se iets terug te geven. Maar ik zat te denken, nee, joh. Wat nou als ik nou dezelfde ook hier bouw, maar dan van mij? Ik denk, dat vind jij dus echt geweldig. Dus ik dacht, misschien hier in het midden of zo. Met mijn voeten over die brug heen. En dan dat ik zeg maar de bovenkant van het dak vasthoud. Dan heb je ook al eens een soort steunpaal. Wat vind je daarvan? Nou, dan wil ik even terugkomen op het, zeg maar, het vriendelijke puntje in mijn boek. Je hoeft zeg maar niks terug te doen, weet je? Nee, maar het is wel leuk. Ja, tuurlijk. Maar het hoeft niet, weet je? Nee, maar ik ben wel vrijgevig, weet je? Dus okay, ik weet denk, je? Als ik het dan zo zie... Ja, ik zie dat wel helemaal voor me. Maar dat komt nee, goed. Nee, maar oké. Okay. Je mag wat terug doen, maar alsjeblieft niet binnen. alsjeblieft niet binnen. Dat komt goed. Het is een vredesoffer, hè? Dus alles ja, nee, wat we zeker, nu naar nou elkaar doen, is natuurlijk... Heeft ja. met vrede te maken, weet je? Ja, inderdaad. Niks meer, niks minder. Gewoon met vrede. Ja, ik zou als je dat opgedronken hebt... Kijk, nu heb je al van die friemeltjes. Ik geef snel een gratis friemelservice weg. Nee, hij noemde dat niet friemel. Hij noemde het... Vliebeltjes. Vliebeltjes. Vliebeltjes noemde het. Ja, je hebt gratis friemelservice daar. Ja, nou, ik ja, heb ja, goed zo. Kijk, hoppakee. Oké. Okay. Maar ja, dat betekent dus dat wij nu vrede hebben. Ja, ik vind wel dat we daar even een boekje over moeten schrijven. Ja, misschien moeten we daar even een boekje over schrijven. Even een contractje. Vrede hebben en zo. Ja, kom, dan gaan we even samen naar de bibliotheek. Ja, dat vind ik helemaal goed. Gaan we even een vredescontractje schrijven. Ik heb hier een boekenquill en die is leeg. Dat komt goed uit, want dat is de laatste. Ja. Oké, ik schrijf wel even wat. Oké, Rick. Het is een prachtig contract geworden. Zal ik hem even voorlezen? Is goed, ik zit hier al zo lang te wachten. Nee, kijk, ik kom. Ik stop hem even zelfs in een lectern. Dan neem ik deze mee. Dan stop ik deze heel even in de boekenkast hier. Kijk, ik ga hem even... ik ga ook wel zitten zo. Ja, dan lees ik hem even voor. Dan doe ik ook pagina's. Al de pagina's. Ja, nou, heel veel zeg maar is... Je moet je niet op letten, weet je. Het gaat vooral om de eerste paar pagina's. De rest moet je... Dat is gewoon onbelangrijk. Dat is gewoon markeringen en weet ik wat allemaal. Ik las het toch wel even zien. Oké, officieel contract over de vrede tussen Stink, Rick, Gors, Vos en opperbevel hebben Walnoot. Kijk. Dit contract markeert de officiële vrede tussen het land van Rick Force en opperbevelhebber Walnoot. Dit betekent geen pranks meer, geen ruzie en geen toiletgrappen naar Rick. Handtekening Walnoot, handtekening Rick en voor de rest is het allemaal een beetje onzin en zo, daar moet je niet op letten. Oké, nee, wil je hem nog even terugstoppen? Wil je deze zullen tekenen? Ja, ik zal hem even tekenen. Ik zal mijn eerste gedeelte even tekenen. Ja. Handtekening Walnoot, komt ie. Wally de Noet, zo. Is dat jouw handtekening? Dat is mijn handtekening inderdaad, Wally de Noet. Jeetje. Ik wil graag dat je hem tekent en dan moet je niet op de andere pagina's letten. Ik wil toch even naar de andere pagina's kijken, meneer Walnoot. Wacht even, hoor, rustig aan. Ik ben aan het tekenen, ik ben mijn handtekening. Ik doe aan, hoe noem je dat, geografie of zo? Calligraphy of weet ik hoe het heet. Calligraphie. Dat ja. Calligraphie. Oké. Ja? Teken maar even rustig en dan wil ik hem graag snel terug. Ja, oké. Even kijken hoor. Wally de Noet. Ja, en dan een pagina daarna kan jij even tekenen. Let niet op de andere pagina's, dat slaat nergens op. Nee, je hoeft niet. Nee, je hoeft niet op de andere pagina's te kijken, Rick. Dat slaat nergens op. Ik wil even kijken. Dat slaat. Dit is een contract. Dat gaat om vertrouwen, Rick. Ja, maar ik vertrouw jou niet. Dit contract gaat om vertrouwen. Na alles wat er is gebeurd, vertrouw ik jou niet. Dit contract gaat om vertrouwen, oké? Kijk me aan, kijk me in mijn ogen aan. Opperbevelhebber Walnoot hoeft zich niet te houden aan deze regels. Hij staat los van dit contract. Rick Force zal onderdaan worden van opperbevelhebber Walnoot en zal alles moeten doen wat hij wil. Rick. Dit is niet de afspraak. Ik zei nog, kijk nou niet verder. Ja, maar dat had het voor mij niks gescheeld. Dit vind ik stom. Nee, dit vind ik stom. Mag ik het boekje terug? Ga je tekenen? Teken even. Dus ik zal het tekenen. En zal ik hem ook gelijk signen? Nee. Waarom niet? Nee. Waarom niet? Geef maar even terug eerst. Nee, maar ik vertrouw het niet. Nee, geef maar... Ja, goed zo. Kijk, oké. Ik ga het wel even aanpassen. Pas jij mee aan. Haal dan gewoon even al die 80 pagina's weg. En zet hem gewoon in de eerste 5. Weg. Ik wil hier samen tussenuit komen, Max. Ik heb geen zin in oorlog die jij hebt aangesticht. Ik ben er klaar mee. Ik snap het. Ik ga het weghalen. Hier, ik zal ook die andere pagina's weghalen. Zo, oké. Als je hem even kan tekenen. Ik heb alles weggehaald. Dan zal ik hem daarna even signen, officieel. Oké, top.
Waarom duurt het zo lang? Ja, nee, ik moet heel even... Nee, wat ben je aan het doen? Waarom duurt het zo lang? Rick? Nee, wacht heel even. Mag ik hem terug? Ik ben nog één dingetje vergeten, Rick. Ja? Mag ik hem terug? Oké. Okay. Maar je mag niks van de vorige pagina's aanpassen. Nee, dat zou ik niet doen. Oké. Okay. Beloof ik. Als je dat doet, dan is het contract niet geldig. Officieel contract dus. Ik ga nog even erna checken hoor. Ja, dat is goed. Dit contract markeert officiële vrede tussen het land van Rick Force. Ja, dit betekent geen pranks meer, geen ruzie. Oké. Okay. Ja. Even kijken. Handtekening walnoot, valide walnoot. Handtekening Rick, die enkel geldt voor alles voor bladzijde 4. Oké, maar er staat niet bij. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Hij is zo goed. Je mag hem zo signen. Hij is prima zoals dit. Hij is zo goed. Hij is prima dit. Ik vind het helemaal goed, oké? Jij bent een ding aan het typen, ik hoor het. Nee. Sign hem maar. Ik zit even kijken. Zijn we het ermee eens? Ja, we zijn het ermee eens. Als het er staat zoals ik het voor het laatst heb gezien, zijn we het ermee eens. Ik wil hem zo meteen nog één keer zien trouwens. Je wil hem nog één keer zien? Ja, want ik wil nog even iets bij mezelf even toevoegen. Hoezo? Oké, dan haal ik mijn handtekening even weg. Want ja, ik vertrouw jou niet. Nee, dat is goed. Dat is goed. Waarom is het zo moeilijk om een contract samen te regelen? Even kijken. Officiële vrede hebben, hand in walnoot. Hij klopt gewoon toch nog? Ja, dat klopt. Dit geldt enkel voor deze regels. Er mag verder niks aan gepast worden. Oké, dan vind ik het prima. Oké. Dus ik mag hem nu niet meer aanpassen? Nee, je mag even kijken en gewoon je eigen handtekening neerzetten. Oké, dit geldt enkel voor deze regels en mag verder niks aangepast worden, vanaf nu. Oké, prima, ik snap je. Oké, komt-ie. Ik open hem nu, pagina 2, 3. Komt-ie, ik ga heel luid typen. Ja. Wally de Noot Don. En dan ga ik hem signen. Kijk, ik zag het zelf was. Ja, Oké, komt-ie. Wacht, ik ga even nog snel. Ik ga alleen controleren, mijn handen en omhoog. Ja. Heb je niks? Ik vertrouw jou niet. Je wilt zo graag dat ik het nu teken. Ik heb niks gedaan. Je wilt het zo graag. Dit contract wil ik hier doen. Ja, oké. Ik ga hem signen, komt ie. Hoe wil hem noemen? Vredescontract. Vredes. Aan elkaar? Ja. Of vredespaatse contract. Ja, als dat past. En anders vrede RM of MR. Nee, vredescontract. Oh, dat past. Kan, precies. Oké, sign en close. Nou, okay. We hebben hem. Zal ik hem even hierin stoppen? Ja, even hierin stoppen, wacht, ja. We willen eigenlijk even een kopietje willen we eerst hebben, toch? Ja, dat zeker. Even, voordat er iets fout gaat. Alleen, ik heb niet echt meer een boek en quill. Misschien een lege. Wacht, deze. Nee, deze is niet leeg. Als we even een lege boek en quill ergens kunnen vinden, niet belangrijk is. Docein deals. Kingdom stoffen. Wat is dat dan? Oh, deze is ook weer. Je had er net één. Waar had je die gestopt? Nee, dat is deze. Oh! Dat is deze volgens mij. Ja, boek en quill. Ja. Ja, deze kan. Oké. Zal ik hem even hier? Ja, doe maar even kopieën. Vredescontract. Zo, maar dan moeten we wel renamen. Ik heb hem nu, dit is de officiële. Oh, dit is een kopie. Oké. Kopietje, die stoppen we heel even. Ik stop het kopietje hierin, oké? Of de officiële? Ja, dat maakt mij kopietje, niet uit. Kopietje, komt-ie. Oké. Nou, we hebben hem. Officieel contract. Ja, de officiële dat klopt ook vrede. Allemaal. Geen... Ja. Nee, dit klopt niet. Hoezo niet? Dit betekent meer pranks. Je had het net niet gezien, je had het boekje al terug en toen heb je daarna pas je regel gezet. Echt? En je hebt het getekend. Maar geen ruzie en toiletgrappen naar Rick. Dus die mogen niet meer, dus we hebben geen ruzie meer. We hebben geen ruzie meer, nee. Maar pranks mogen, daar ben ik op zich mee eens. Dat betekent meer pranks? Nee. Dit betekent meer pranks, geen ruzie en toiletgrappen naar Rick. Dus dat betekent wel toiletgrappen naar Rick. Nee, geen ruzie en toiletgrappen. Nee, er staat geen ruzie en toiletgrappen. Dus het is niet geen ruzie en geen toiletgrappen. Jawel, dat is het wel. Jij kan gewoon niet lezen, dat is het. Nee, jij kan het niet snappen. We hebben een contract. Neem jij het kopietje maar mee. Maak er maar nog geen van, desnoods. Ik heb de officiële. Ik zal de officiële... Hier is de trap naar beneden. Zou ik achter slot en grendels zou ik die even bewaren, oké? Nee, maar dit klopt niet. Hoezo dit klopt niet? Dit klopt niet. Dit is het... Jij kan gewoon niet lezen, dat is het hele punt. Jawel, jij kan niet snappen. Ik heb gewoon geschreven... Dit betekent meer pranks, geen ruzie en wel... ik snap je verwarring, maar ja, dat kan gebeuren. Er is geen verwarring. We houden contact, oké? Er is geen verwarring. Er is geen verwarring. Ja, oké, ik snap dat je een beetje op die manier denkt. Nee, niks, ik snap. Er is geen verwarring. Handtekening Rick, die enkel geldt voor alles voor bladzijde 4. Oké. PS, dit geldt enkel voor deze regels en mag verder niks aangepast worden. Ja, dat is... Nou, die ding is niet meer aangepast.
Nee, ik haat jou echt, jongen. Weet je, we hebben echt vrede nu. Het is een vredescontract. Ik heb een cadeautje om de vrede te vieren. Kijk, ik heb tenminste wel een cadeautje voor jou. Het is een echt cadeautje, dit, oké? Nee, ik mag niks teruggeven. Oh, dus. Dat is serieus, wacht. Dat is weer in de bibliotheek. Verdikkie. Mag jij boven maar even? Wacht boven maar bij Martin Dinges. Daar kom ik aan, oké? Bij wie? Ja, Martin de Axolotl. Wacht daar maar. Oké, is goed. Oké, jongens, dan heb ik hier ergens volgens mij een ticket voor seizoen... Ja, hier seizoen 3 ticket. Die wil ik aan Rick geven. Nou, of course wil ik die aan Rick geven. Dat kon je natuurlijk ook gewoon weten. Want ik wil wel dat Rick natuurlijk meegaat naar seizoen 3, jongens. Ondanks deze oorlog. Ik bedoel, dit is mijn token, mijn teken van vrede, weet je? Die ik dan echt ga geven. Dat is gewoon een seizoen 3 ticket. Dus laten we snel naar boven gaan. Hallo? Hey. Rick? Oh, hallo. Daar ben je. Hey, goeiedag. Hey, ik heb een teken van vrede voor jou. Kom maar even gezellig mijn kantoor in. Ja, dat is helemaal goed. Wat een leuke robot. Kijk. Ja, dat is mijn wijze raadrobot. Als ik geen raad weet, dan kan ik er altijd raad aan vragen. Hey, ga zitten. Ja, Oh, nou, blijf maar staan trouwens. Want jij zitten is voor jou heel moeilijk zo te zien. Jij gaat helemaal sparten, alleen weet ik het allemaal. Ik snap het niet, maar goed. Ik heb voor jou een heel mooi iets wat natuurlijk onze vrede helemaal zegelt, weet je. Ik ben namelijk, je hebt het al gezien, het hele hoofdkwartier is geüpgraded, weet je. Er zijn nieuwe verdiepingen, weet ik wat allemaal. Ja, ja, ja. En bovenop komt een prachtige raket die zal ons sturen naar seizoen 3 van Content Veen. Oh, echt? Ja, die gaat ons daarheen sturen. Of het wordt een drone of het wordt een grote fiets. Dat moeten we nog even uitkomen. Fiets? Ja, een grote fiets is ook een potentiële kandidaat. Oké. Okay. Het ding is, ik heb 3 tickets had ik. Ik heb zelf geen ticket nodig natuurlijk, want het is mijn raket. Ja. Ik heb de eerste aan meneer KB gegeven. Ja. De tweede is voor groene shirtgast, zodra hij de raket heeft gebouwd. En de derde, die is natuurlijk... Voor niemand minder. Nou, René, dankjewel. Nee, grapje, die is voor jou. Hier, alsjeblieft. Yes. Okay. Seizoen 3 ticket. Let's go. Ja, yeah, die kan je meenemen. Die kan je inleveren bij het instappen naar, van de raket naar seizoen 3. Ja. En that's it. Die kan je meenemen. Dan ga je naar seizoen 3. Dan gaan we stappen in met z'n allen. Of het is dus een grote fiets. Dat zie je wel als je aankomt. Je hebt in ieder geval je ticket. Ik hoop een raket. Ik heb niet zo zin in een fiets. Nee, ik ook niet. Maar meneer KB, zeg maar, die blijft erop vragen dat het de fiets gaat worden. Echt? Oké. Ja. Dat is dus het ding. Oké, okay, nou, dan gaan we het zien. Ja, nou, veel plezier. We hebben een contract. Ja. Meer stinkgrappen over jou maken was dus nee, de bedoeling. Nee, meer dat pranks, is niet. Maar geen ruzie meer. Dus ik mag je zo vaak stinkgoorsen roepen als nee, ik wil nee, dat, noemen. Dat mag dus maar niet. Je mag niet boos worden, want we mogen geen ruzie hebben. Maar vanaf seizoen 3 stoppen we daarmee. Met stinkgoors. Met stinkgoors. Dat beloof ik. Echt? Ja, vanaf seizoen 3 zou ik je nooit meer stinkgoors noemen. Dat vind ik heel aardig van je. Ja, als je iets dicht, misschien iets minder dichterbij komt dan al helemaal, want nu stink je nog wel, weet je. Het is nog geen seizoen 3, hè, dus nu stink je nog. Oké. Ik stop het boekje officieel in mijn trofeeënkast eventjes. Die gaat een mooi plekje hier krijgen, zo, hoppakee. Ja. Kijk, dat is het officiële contract in de trofeeënkast. Wie weet jouw hoofd hier ook ooit een keertje, maar dat zien we dan wel. Nee. We hebben geen ruzie meer, hè? Nee, dat klopt. Nee, maar daarom, wie weet. Je gaat mijn hoofd niet afhakken. Ja, ga maar gelijk door de waterlift naar beneden. Misschien stink je dan ook wat minder als je beneden aankomt. Ik bedoel, het is water, dus misschien maak ik het schoon. Maar je bent ook niet te redden daarentegen. Hé, hey, hou de contact, oké? Okay? Oh, ik kan echt niet wachten op 6 en 3. Doei. Nou jongens, Rick die gaat weg. We hebben een contract getekend, een vredescontract, wat eigenlijk helemaal niks, hoe noem je dat? Betekent niks. Ik vind het helemaal mooi. En nu moeten we gewoon zorgen dat Groene Shirtgast een keertje zijn post gaat lezen. Oh wijze robot, oh wijze lieve grote robot. Wat moet ik doen met Groene Shirtgast? Geef me raad. Nog steeds niks. Geef me eens alsjeblieft. Oh mijn god. Hij heeft raad gegeven. Het zijn geen problemen, maar uitdagingen. Groene Shirtgast is geen probleem, maar een uitdaging. Het is een hele vervelende uitdaging. Oké, jongens, dan zijn al mijn tickets uitgegeven. Eén aan deze man hier, één aan die man daar en de ander aan... Ik weet niet of hij er nog is, aan Rick Force natuurlijk. Volgende aflevering wil ik het grote interieur in de kamer hierboven even afmaken. Want dan is dat ook gelijk gedaan en dan hopen we dat de raket er is. Ik hoop echt dat Groene Shirtgast vandaag nog gaat kijken naar de raket. Anders komt er waarschijnlijk een grote fiets van meneer KB. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Zeker even niet deze video te kijken. Dit is namelijk het vorige deel waarin er ook veel gebeurd is. Hierin heb ik een grote versie van mezelf gebouwd. Bij Rick, hele leuke video. En nu spreek je later glaasje water. Vier flesje bier. Tot de volgende keer.